Hoi, mijn naam is Niels en in deze video ga ik je wat meer vertellen over de vijf meest voorkomende en populaire motion graphics die vaak in video worden gebruikt. Motion graphics zijn bewegende elementen die jouw video een duidelijke huisstijl geven. Denk bijvoorbeeld aan een geanimeerd logo. Het voordeel van deze animaties is dat je ze maar één keer hoeft te maken. En dat ze daarna inzetbaar zijn voor al je video's. Vaak adviseren wij klanten om dus eenmalig in zo'n Motion Graphics pakket te investeren. Zeker als ze daarna structureel aan de slag gaan met videomarketing, is zo'n graphic pakket echt aan te raden. Je video's komen er namelijk nog professioneler uit te zien en worden ook herkenbaarder voor jouw doelgroep vanwege een terugkerende huisstijl. Dit zijn de vijf meest populaire Motion Graphics in een video: Allereerst heb je de Leader. Een leader is een korte intro van je video en leidt je video grafisch in uh, en kan ook informatie geven aan je kijker waar de video of aflevering precies over gaat. Denk aan een afleveringstitel die in beeld komt. Een leader wordt vooral gebruikt als je een serie video's maakt met meerdere afleveringen. En een goede leader is uitermate effectief vanwege het herhalende element. De tweede keer dat je een video met dezelfde leader kijkt herken je die meteen, want je hebt hem al eens eerder gezien. Zo kun je ook al je video's automatisch aan elkaar verbinden. En dat helpt ook dat mensen meer van jouw video's gaan bekijken. De vorige video vonden ze leuk en deze video hoort blijkbaar bij dezelfde serie, dus ze gaan die video ook weer bekijken. Nog een bijkomend voordeel. In de leader kun je een stukje branding kwijt. Denk aan je logo of de namen en gezichten van de hoofdrolspelers in je video. Zo is het eigenlijk ook een kleine promo van je videoserie. Die de kijker telkens weer krijgt te zien. Naast een leader wil je natuurlijk ook dat je video sterk afsluit. Dat doe je met een endboard graphic of in het Nederlands een eindkaart. Dit kan een simpele eindkaart zijn waarin je je logo, een slogan of een call to action in beeld ziet komen. De kaart blijft dan meestal een paar seconden in beeld hangen. Maar een eindkaart kan ook uitgebreider zijn en bestaan uit verschillende slides. Zeker als het gaat om een langere video, dan mag er ook best een wat langer einde zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, een lange film die je ziet in de bioscoop. Daar duren de end credits meestal 10 of misschien wel 15 minuten. Uh, dat zou natuurlijk gek zijn bij een video die maar 3 minuten duurt. Maar als je een video maakt die misschien 15 minuten of langer is, kom je er best mee weg om een korte grafische sequence met credits op te nemen. Vraag jezelf alleen wel altijd goed af wat het nut daarvan precies is. Bij korte marketingvideo's is het gebruikelijk dat er alleen een logo en call to action grafisch mooi in beeld wordt gebracht. Dus hou in dat geval je eindkaart simpel. In veel bedrijfsvideo's zie je ook het bedrijfslogo op een zeker moment in beeld verschijnen. Vaak komt de logo animatie aan het eind tijdens de endcard in beeld. Daarmee is deze animatie dan dus een onderdeel van de eindkaart. Toch zie ik de logo animatie als een losstaand motion graphic element, omdat je deze niet per se in de eindkaart hoeft te gebruiken. Je kunt de animatie ook makkelijk voor andere video-uitingen gebruiken, of bijvoorbeeld aan het begin van de video laten zien. Een goede logo animatie geeft jouw bedrijf en video een luxe uitstraling. Zeker voor bedrijven en merken die zich richten tot het leveren van een, ja, een high-end kwalitatief product, is zo'n animatie in je video dus ook aan te raden. Dan de vierde motion graphic, naamtitels. In het Engels uh, noemen we deze ook wel een lower third, wat erop slaat dat je de naamtitel, wanneer je de video in drie horizontale lagen verdeelt, altijd in het onderste vlak, hè, een derde vlak, positioneert. Met de naamtitel geef je de naam van de spreker weer, zodat deze persoon zich niet zelf telkens hoeft te introduceren. Uh, en dat maakt je video een stuk vlotter. De kijker krijgt informatie over wie het aan het woord is, zonder dat die persoon dat zelf eerst mondeling hoeft toe te lichten. De vijfde en laatste motion graphic die je soms ziet in video's is een wipe-effect. Dit is een snelle en speelse beeldovergang tussen twee shots. Je kunt zo'n wipe subtiel toepassen bij een scèneovergang. Bijvoorbeeld als je van opnamelocatie wisselt of er een sprongetje plaatsvindt in de tijd. Denk aan dat je onderweg in de auto zit en je wordt gefilmd. Uh, hè, dan een wipe-overgang en je ligt opeens op het strand. Bij een bedrijfsvideo kun je de wipe ook weer in de huisstijl en kleuren van je bedrijf weergeven. Uh, en deze laten matchen met de andere motion graphics, hè, de leader, eindkaart, logo-animatie en naamtitels. Zodat alle grafische elementen mooi op elkaar zijn afgestemd. Ik hoop dat je met deze voorbeelden inspiratie hebt opgedaan om jouw video's te voorzien van mooie motion graphic elementen. Veel succes met het maken van jouw video's! Promotionfilm maakt al meer dan 10 jaar video's in opdracht van merken en bedrijven. Wil jij je vrijblijvend laten adviseren over video's voor jouw bedrijf? Neem dan even contact met ons op via de site.